Gert-Jan Bunt, voorzitter van Excelsior Maassluis. Ja, het 100-jarig bestaan is dan PSV thuis en het mooiste geschenk wat je had kunnen wensen eigenlijk. Ja, een heel bijzonder geschenk. Het 100-jarig bestaan hebben we afgelopen juni gevierd. Was ook heel mooi trouwens. Fantastisch feest hier geweest. En een hele week lang. En we zouden niet tegen een BVO spelen. Maar ja, dan komt de loting van de beker en dan speel je ineens wel tegen een BVO. Een PSV, de landskampioen. Ja, hoe mooi kan dat zijn? Ja, dus ja, briljant. Hoe kwam dat eigenlijk binnen? Zaten jullie te kijken of hoorde je het ergens van? Nou nee, hier in de buurt in Maasland was een festival, Hometown. En daar gaan heel veel Maassluizers heen. En daar was ik ook. Eerst de wedstrijd hier tegen GVV gehad. Daarna naar Hometown. Lekker gezellig feest vieren, bier drinken. En rond 11:30 telefoontje in aanslag. En toen gonsde het al een beetje PSV, PSV, PSV. En nog een keer kijken, nog een keer kijken. Ja, het was PSV. Dus dat, ik op dat festivalterrein is dat tot mij gekomen. Ja. En toen werd het enthousiasme al gelijk groot. Ik ben door heel veel mensen aangesproken daar in ieder geval. En hoe reageerde je zelf eigenlijk? Is het dan een meter in de lucht of moet je het even op je inwerken? In eerste instantie wel heel enthousiast en positief, sowieso. Daarna ga je ook wel krijgen, oeh, dat betekent ook wel heel wat. Dus zeg maar, de avond zelf vooral euforisch. De dagen daarna al wat, dan moeten we wel heel veel werk gaan verzetten. Dus, maar op dat moment nog heel blij. Wat zijn die dingen dan? Ja, je moet een hele organisatie neerzetten. En er wordt best heel veel gevraagd van de lokale driehoek, gemeente, brandweer, politie, waar je allemaal aan moet voldoen. Dat was denk ik echt onderschat. Ik heb een drukke baan, maar naast mijn werk heb ik nu een tweede drukke baan. En daar gaan heel veel duurtjes in zitten om alles voor te bereiden. Van een uitvak voor PSV-supporters, een horecaplein, extra tribunes, extra licht, politie, dingen, constructietekeningen van gebouwen. Nee, ik kan ze gek niet benoemen waar we allemaal aan moeten voldoen. Dus het is best veel, ja. Dat is misschien ook de reden waarom Gemert in het Helmond Sportstadion tegen Feyenoord speelt. Is dat bij jullie altijd wel zo geweest van het gaat gewoon hier gebeuren of is dat nog wel eens rondgegaan om ergens anders naartoe te gaan? Nou ja, het is de intentie geweest om hier te spelen. We hebben wel ook moeten verkennen wat de alternatieven zijn. Dus zowel met Excelsior Rotterdam als Sparta gesproken. Heel positief gesproken. En toch hebben we ervoor gekozen om het hier te doen. Kijk, uitwijken naar bijvoorbeeld Sparta is misschien wel de makkelijkste weg. Dan kan je alle veiligheid uit handen geven, de hele organisatie. Dan moet je zorgen misschien dat je wat kaartjes verkoopt. Je gaat de dag van de wedstrijd ga je erheen. Ben je te gast. En ja, is een leuke wedstrijd. Maar de charme van het amateurvoetbal mis je dan. Dus wij hebben altijd gezegd, we willen het hier doen. De burgemeester wil het graag hier. Ja, je wil zo'n evenement weer op je club doen. De hele club moet daarin meeleven. Dus ja, eigenlijk nooit getwijfeld. Terwijl de wedstrijd tegen Jong Feyenoord hier achter ons gewoon lekker verder gaat. Is dat eigenlijk een beetje een opwarmertje daarvoor of stond die al? Nee, die is volgens mij recent ingepland. Omdat het bij de ploegen blijkbaar behoefte hadden aan een oefenwedstrijd. En de eerste helft wat je hier zag was natuurlijk best veel ook wisselspelers van Excelsior. Maar nu de tweede helft staan er volgens mij best wel wat basisspelers in. En ik zie dat ze het een stuk beter doen. Dus ja, in die zin zou het een opwarmertje kunnen zijn. Maar die wedstrijd tegen P staat op zich. Doen ze een unieke wedstrijd. Geen idee met welke ploeg ze komen. Maar ze hebben een rijtje Barcelona uit... Ajax uit, geloof ik. Ajax thuis, sorry. Excelsior Maassluis uit. NAC uit. En Inter thuis, geloof ik. Wow, dat is best een mooi rijtje. Je speelt eigenlijk al een beetje in op mijn vraag van... zie je kans eigenlijk tegen PSV? Maar ja, je zegt eigenlijk misschien zetten ze wat andere spelers erin. Je denkt er stiekem wel aan, lijkt me. Nou ja, elke voetballiefhebber denkt aan een sprookje. Iedereen bij Excelsior denkt aan een sprookje. Ik denk dat de kans is 0,01%. Maar ja, weet je, het zou te kunnen. Ze zullen misschien niet hun beste ploeg hebben. Ze zullen misschien kijken hier van, hey, dit kunstgras, nou, spelen we niet zo graag op. Ik kan me daar best iets bij voorstellen. Ja, het betekent dat je altijd kans hebt. En zolang zij niet scoren, heb je kans. Maar hij is heel klein. Maar ja, normaal is hopen en dromen mogen we toch altijd. Zeker. Hoe zit het eigenlijk met de kaartverkoop? Ja, die loopt soepel. We zijn begonnen met kaartverkoop onder leden en onder businessleden. Die loopt goed en we moeten nu even bepalen wat we gaan doen. Of we de vrije verkoop gaan opstarten of dat we het onder leden kunnen houden. Dus vanavond hebben we weer projectvergadering, zoals we dat noemen. Dan worden alle puntjes weer langsgelopen en kijken wat er allemaal nog moet gebeuren. En dan gaan we ook bekijken hoe ver we nog moeten opschalen qua kaartverkoop. En hoeveel man kunnen hier staan? We streven nu naar 3500 als richtgetal. Dus we zijn heel blij als we dat halen. Gaat dan ook de kassa rinkelen voor de club? Want ik weet dat er zo'n regeling is in de loop van de bekertoernooi dat de winst verdeeld wordt over de clubs. Maar volgens mij is dat op het begin nog helemaal niet zo, toch? Hoe zit dat? De eerste twee rondes is recettes voor de thuisclub. Dus in dit geval voor ons. Dat is hartstikke mooi. De andere kant is dat je ook heel veel kosten voor je rekening moet nemen. We zijn live op televisie, betekent extra licht.
kost heel veel geld. Extra tribunes kost heel veel geld. Horecafaciliteiten, toiletten. Dus we moeten best wel behoorlijk investeren. Als alles goed gaat, houden we er zeker mooi geld aan over. Maar het betekent dat er ook wel risico's zijn. Ik bedoel, je moet het wel even doen met z'n allen. Dus ja, het kan heel interessant zijn. Maar ja, er zitten de kleven ook risico's aan. Tot slot, hoe ga je hem zelf beleven? Ja, dat weet ik niet goed eigenlijk. Ik kijk er enorm naar uit. Ik zie er ook tegenop en alles wat er nog moet gebeuren. Ik ben ook weer blij als het af is. En ik denk die wedstrijd zelf dat ik best ook wel druk ben met mensen ontvang. Toch verantwoordelijk voor het rijden en zeilen. Dus ik denk dat ik dat... achteraf denk had ik er maar bewuster in meegegaan. Maar ja, dat gaan we zien. Of wellicht wel overspannen thuis zitten. Ja, ik hoop misschien wel met heel wat bier in mijn kraag om te vieren dat we de volgende ronde hebben gehad. Hoewel dat nogmaals, dat is dat sprookje. Maar ja, dat is nogmaals dat droomscenario waar je altijd op hoopt.